Onze tweede spreker van de vier. Hij was betrokken bij Dutch Fashion Here and Now in India in 2012. Hij heeft samengewerkt met een bekende modeontwerper uit India, Sunit Varma. En hij was daarmee met die creatie was de talk of the town bij de Delhi Fashion Week. Graag een groot applaus voor onze tweede spreker, Jan Terminiaw. Ja, mee. Goedemiddag. Leuk hier te zijn. Dus in 2012 was het, ik was het alweer even vergeten wanneer het precies was, hebben we dus in India getoond en dat was voor mij eigenlijk een heel interessant moment om daar te staan. Ik ben al sinds eigenlijk het begin van dat ik ooit ben begonnen eigenlijk. Als kind was ik bevlogen door de ambacht en bevlogen door hetgene wat je met je handen kunt doen en wat wij met z'n allen kunnen. En ik kwam uit Brabant en in Brabant is natuurlijk heel veel van de ambacht is op een gegeven moment om zeep geholpen en is daar in één keer een identiteitscrisis ontstaan waar je u tegen zegt omdat men in één keer erachter komt dat iets wat ze altijd hebben gedaan niet meer goed is en dat dat niet meer mag. En nou ja, ik ga toch maar achter een dingetje staan. En dat is iets wat je dus door dat project in één keer in levende lijven gaat ervaren en je komt in één keer in aanraking en ik was al in India geweest. Ik was er daar al met borduurateliers aan de slag gegaan, maar ik was er nooit op die manier in contact getreden met een werkend atelier zoals dat bij mij ook werkt. Maar waardoor je ook in één keer de verschillen ziet en de verschil in mentaliteit ziet en de verschil ook doordat je echt in conversatie gaat van wat ontwikkeling die daar gaande is ook teweeg kan brengen. Waardoor je in één keer ook al pratende met elkaar tot een grote schok komt dat de evolutie die wij hebben doorgemaakt daar een soort van ook gaande is. En al gaande kom je daar met elkaar ook achter en zit je daar met een ander ontwerper die in één keer ziet dat ambacht minder relevant wordt, dat de mensen daar ook al minder, die liever andere dingen willen gaan doen en zo, waardoor je in één keer met z'n allen schrikt in een zekere zin en denkt van jongens, zint eer u begint. En die weg hebben wij ingeslagen en hebben wij gedaan en hebben we op een hele mooie manier gedaan, maar we hebben wel iets wat heel waardevol is om zeep geholpen. En nu proberen we met man en macht en weer ambacht terug te brengen in de samenleving. En daar wordt heel veel geld in geïnvesteerd. Maar je hebt natuurlijk ook een heritage waarin ouders en opa's en oma's tegen hun kinderen zeggen, ja, zou je dat nou wel doen? Dan word je echt niet serieus doorgenomen. Of daar ga je geen geld mee verdienen. Kan je er heel erg duidelijk in zijn. Je kunt geld verdienen met ambacht. Als je je ambacht volstaat en je ambacht doet, kun je daar goed geld mee verdienen. En op een hele leuke manier geld verdienen. Dus vandaar dat ik dat ook in India en ook daar heb gezegd van jongens, ben trots op hetgene. Want hetgene doordat we ambacht hebben en dat er mensen experimenteren en met het product bezig zijn en met liefde werken. En ook al zijn het soms onnozele dingen of dingen die nog tot niks leiden. Dat zijn wel soms de basisdingen die voor ons als ontwerpers en als creatieven soms ook de basis zijn tot de nieuwe klik en het nieuwe zeg maar samenkomen. En dat was daar in één keer ook weer heel duidelijk zichtbaar. Doordat mensen dus nog gewoon vanuit oudsher dat doen en vanuit oudsher dat hebben meegekregen, is het een soort natuurlijk gegeven in ze. Maar, en die struggle nu, want we hadden daar de laatste keer dat ik daar een lezing gaf, was er een heel mooi, ik ben even zijn naam kwijt, degene die de schilderingen deed voor de Bollywood films. En de Bollywood films werden vroeger, dus alle posters voor de films werden geschilderd. En helemaal met de hand en met een familie van generatie op generatie doorgeven. En nu wordt dat door print-outs gedaan. Wat natuurlijk een hele mooie evolutie is. Maar het is eeuwig zonde dat in één keer die kennis van dat schilderen en op die manier dat doen verloren gaat. En dat is, er is iets heel moois aan evolutie en aan ontwikkeling. En we moeten ons vooral allemaal blijven ontwikkelen. Maar we moeten wel met z'n allen blijven waken en blijven koesteren hetgene waar de ontwikkeling ooit vandaan is gekomen. Dus zolang we met z'n allen niet meer direct begrijpen waar iets vandaan is gekomen, dat we ooit zijn gaan krassen, dat we daaruit zijn gaan schrijven, dat daarna uit zijn gaan drukken, typen, noem maar op. En dat daar de computer, en de computer wordt op een gegeven moment ook ambacht. Maar we moeten wel weten waar de dingen vandaan zijn gekomen. En nou, daar in India, en dat vond ik het interessante, leven die dingen nog naast elkaar? En is daar nog een moment om keuzes te maken? En de keuze te maken van gaan we het allemaal overboord gooien? Gaan we dezelfde toekomst tegemoet? Of gaan we daar, wij als mensen die dat kunnen laten zien en het resultaat kunnen laten zien aan ze en heel duidelijk maken? En daarom was het ook extreem waardevol in dit hele project dat dus een Sunit
naar Nederland kon komen. Ook kon zien wat de consequenties zijn. Ook een totale schok was, hij werkt met 250 man in zijn atelier en daar wordt geborduurd en ik zit met 6. En we doen niet andere dingen en we doen ook andere dingen. Maar hè, wij zijn creatiever in onze oplossing omdat de ambacht misschien niet meer zo rijkelijk en we kunnen niet iedereen zomaar aan het werk zetten. Dus je wordt ook creatiever misschien in de manier waarop je het instrument gebruikt. Maar het is wel uiteindelijk ook wat hij zag, gewoon het feit doordat het er niet meer is en doordat het ook niet meer toereikend is, gaan er in één keer stappen genomen worden waar je denkt van jongens, wat zijn we aan het doen? He, dat we in één keer dat nu tot een trend wordt gaan maken en dat het daardoor ook in één keer weer, als je dus in basis niet meer weet wat ambacht is, dan klinkt het allemaal heel leuk en klinkt het heel zwoel, sensueel en nostalgisch. Maar de basis van ambacht is ook dat je ervoor moet werken, dat je er gewoon tijd voor moet maken en volhouden. En wat net zo mooi werd gezegd, je moet ook een keuze durven maken voor de ambacht en daar ook voor gaan en dat ook volhouden. Want vroeger was het meester gezellig en daardoor ging je een ambacht volleren. Dat is wel wat noodzakelijk is. Het is niet de vluchtigheid van een idol en allemaal dat soort dingen. Het is juist hetgene dat je iets durft, ergens voor durft te kiezen en daar ook voor durft te gaan. En die mensen dus ook echt uiteindelijk op het voetstuk plaatst. En die ook echt waardeert. Want het is natuurlijk iemand die een keuze heeft gemaakt in zijn leven om te zeggen, voor dit kleine ding ga ik kiezen en daar ga ik voor staan. En daar moet je kippenvel van krijgen. Van het feit dat je die keuze durft te maken en zegt, dit is het, dit ben ik. En dit is wie ik durf te zijn. En verder ga ik niet, om maar zo te zeggen. En daar dus consequent in blijf volhouden. En dan als ontwerper mag je daar dan mee werken. En mag je daar... sorry, ik word er geëmotioneerd van. Hoe noem je dat? Kun je daar mee spelen? En kun je, maar dat zijn ook natuurlijk hele kwetsbare... omdat iemand zo heeft gefocust en zo in zijn eigen universum heeft gezeten, is dat een heel mooi spel om die dans te gaan. En ook een heel kwetsbaar spel. En dat is hetgene wat het mooie aan dit project is, dat je ergens ziet waarin ambacht nog zo normaal is en waar mensen dat van op generatie hebben overgekregen en daar nog trots op durven te zijn en nog kunnen zeggen, ik ben, wat Nederland natuurlijk al, ik ben een borduurder, ik hou van borduur, ik vind het leuk om te doen en mijn vader deed dat ook al. Gewoon de trots er nog is en de trots die wij natuurlijk met z'n allen al hebben, zijn al niet echt een heel trots land op die manier. Maar gewoon het feit dat we ook weer trots mogen zijn op hetgene wat iemand kan. En niet het bagatelliseren, maar gewoon het geluk van iets moois maken is al essentieel voor levensvreugd. Gewoon het feit dat je met je handen weer iets moois kan maken. En het feit dat je daardoor blij naar huis gaat en gelukkig naar huis gaat. En dat hebt gedaan. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn verhaal.